Nou, kijk, ik krijg nog steeds kippenvel gewoon op mijn armen. Gewoon de liefde, het enthousiasme, alles wat je van hen krijgt, nou, dat is toch bijzonder gewoon. Dat is toch geweldig. In het laatste jaar van het ID-college kregen wij een nieuwe docent. En we zitten eigenlijk te praten en toen gaf hij eigenlijk aan van ja, ik ben slechthorend. En toen dacht ik van, jeetje, dit is wel heel bijzonder, weet je. Gewoon een docent die voor ons staat, die eigenlijk ook eigenlijk een beperking heeft. En toch daar staat les te geven. En toen viel bij mij ook wel het kwartje van, ja, daar moet ik eigenlijk ook wel meer mee doen. En er zijn ook daar mogelijkheden. Als je hoort wat hij voor mij betekent, vind ik dat toch wel heel, heel waardevol. En zie je toch van, dit kan je ook bereiken.